Kai de Roy, je eerste playoff wedstrijd ooit in je carrière en dan gelijk zo'n goal. Dat moet een goed gevoel geven, denk ik. Ja, zeker. Was wel een lekkere goal, denk ik. En ja, goede wedstrijd, fijne wedstrijd. Dus ja, ik hoop nog twee meer playoff wedstrijden. En ook nog meer goals, neem ik aan? Ja, zou lekker zijn. Is niet het allerbelangrijkste. Maar ja, als we daar kunnen winnen, dan zeker. Toch even terug naar die goal. Die bal die komt voor vanaf rechts van Robin. Ik denk dat er heel veel mensen met links zouden schieten. En toch vind je nog de tijd om het met rechts te doen? Ja, dat weet ik niet. Ja, voor mijn gevoel kwam je gewoon lekker voor mijn rechter eigenlijk. En ja, kon ik er zo tegenaan lopen. Hoe was de wedstrijd verder voor jou persoonlijk? Persoonlijk? Ja, niet super fantastisch of zo. Maar ik denk dat het vooral gewoon als team dat we het goed hebben gedaan. Goed stonden en ja, gewoon echt goed hebben samengewerkt. En daardoor gewoon ja, vrij eenvoudig hebben gewonnen. We zagen in de eerdere twee wedstrijden in de competitie tegen Volendam dat we het best, ja, best lastig hadden. Wat hebben we anders gedaan? Ja, wat kleine ja, omzetting om het zo maar te zeggen. En ja, het is in ieder geval goed om te zien dat je ja, ziet dat het de goede kant op is gegaan. En ja, toch wel een groot deel is veranderd in het spelbeeld de afgelopen wedstrijd ten opzichte van die andere twee wedstrijden. Dus dat is alleen maar goed, denk ik. Is dat ook hetgeen wat je meeneemt naar morgen? Ja, tuurlijk. Ja, het is natuurlijk een hele nieuwe wedstrijd. Tegen ook een ander soort tegenstander van weer een ja, hoger niveau. Maar ja, als we gewoon spelen zoals de afgelopen wedstrijden, denk ik dat wij het iedereen lastig kunnen maken. En wat verwacht jij van Emmen bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat iedereen wel weet dat het gewoon ja, een hele goede ploeg is. En ook de ploeg in vorm, denk ik. De laatste wedstrijd in de Eredivisie. Dus het wordt gewoon lastig, ook daar ja, in hun stadion. Maar ja, zoals ik net al zei, we kunnen het gewoon lastig maken. En ik denk dat hun dat ook wel voelen. Ja, het zal inderdaad een lastige wedstrijd worden. Maar hoe schat jij onze kans in? Ja, groot. Het ligt gewoon aan onszelf, denk ik. Als wij gewoon goed spelen en van onze eigen kracht uitgaan, kunnen wij daar gewoon winnen. En dan zondag de finale hier in eigen huis spelen. Is het dan nog lekker dat het maar over één wedstrijd gaat in plaats van over twee? Ja, dat weet ik nu niet. Het is nu moeilijk te zeggen. Als we hem donderdag winnen, dan is het natuurlijk lekker. Maar als je met 1-0 verliest bijvoorbeeld, dan zou het niet lekker zijn. Maar ja, ik ben er gewoon voor overtuigd dat we daar gaan winnen en dan zondag hier de finale spelen. Heel succes alvast morgen. Dank je wel.